van Marowijnen, Zuidwest Olivia Domini, wil de markt van Mungo, die al 2 jaar is gesloten voor het publiek, weer openstellen. Het heropenen van de markt blijft echter een uitdaging, omdat het ver buiten het centrum ligt en dus onaantrekkelijk is voor bezoekers. De burgermoeder zegt te werken aan een model, zodat de markt toch nog bezoekers kan aantrekken. We zijn nu hardoende bezig uit te kijken naar een mogelijkheid. Kijk, in het begin dat de markt opengesteld werd, had je het van dat er bussen waren ingezet die van tijd tot tijd rijden er naartoe en er vanaf. Maar dat helpt toch niet. Die mensen gaan niet om de markt te bezoeken. Ze blijven erop dat de markt een beetje afgelegen is. Kijk, de markt was al die tijd daar, hè? Vroeger. Maar toen had je de Suralco en je had veel bedrijvigheden. De Suralco was actief, je had de arbeiders, de mensen die er werkten bij de Suralco. Mungo was helemaal actief. Je had, zoals ik het reeds heb gezegd, bedrijvigheden. En die mensen konden hun... het was makkelijk voor die mensen om daar te gaan, daar te komen bij de markt. Ze hadden hun vervoer, ze konden er naartoe rijden. Maar nu heb je die activiteiten niet meer. Volgens de burgermoeder kan de toerismesector een grote bijdrage leveren aan de heractivering van de markt. Ze ziet in Mungo Stafdorp een optie om meer toeristen aan te trekken in haar district. Kijk, Mungo was een mooie stad, hè? Maar oké, met de aanwezigheid van de Suralco, die zorgde voor alles. Overal werd onderhouden, overal werd schoongemaakt. Het Stafdorp zelfs was mooi. Het was een pracht van een dorp. Vanwege het feit dat de Suralco er was. En Suralco is een grote maatschappij die voor het onderhoud, voor het juiste onderhoud daarvoor kon zorgen. Maar dat heb je nou niet meer. Dus we zijn wel bezig hier en daar. Maar het lukt nog niet al zodanig. Districtscommissaris van Marowijnen Zuidwest Olivia Domini. Net zoals andere districtscommissarissen moet ook zij het doen met een krap budget. Ze hoopt samen met ondernemers toch nog ontwikkeling te brengen in haar district.